Hallo en welkom bij Paul's Model 2 Stuff. Telkens als ik een klein stukje wil rijden, blijkt dat waar ik mee wil rijden niet werkt. En dan ben ik alsnog een tijdje aan het klussen. Dus laat ik nou maar gewoon iets pakken wat je nog niet eerder hebt gezien bij mij. Wat nog in de doos zit, waarvan ik niet weet wat de toestand is. Misschien dat ik ermee ga rijden. Maar laat ik er niet vanuit gaan. Als het goed is, zit in deze Pico een decoder. Ik heb het nog niet gecontroleerd en deze ligt er nu al toch wel een tijdje. Dus wie weet heb ik hier wel een miskoop te pakken. We gaan het zien. Dus dit is een SBBC FFFS Cargo locomotief. En het eerste wat ik merk is, er zit geen schroef in. Dat is een goed begin. Ik zie dat hier de plug zit. Dat iemand er €75 voor heeft betaald. Het bonnetje zit er zelfs bij en die heeft hij betaald in 2006. Kijk. Het feit dat hier de plug zit geeft mij nog hoop dat er inderdaad een decoder in zit. Het feit dat er geen schroef in zit stelt mij weer, maakt me weer wat ongerust. En ik zal dadelijk eens even gaan kijken of ik niet een vervangende schroef heb. Dit is een RE474 en wat zou het zijn? Een Trax, als ik het zo zie. Maar dan met SBB Cargo L. Zo, ik kreeg deze bij een andere koop. Dus het is een bijkomstigheidje. En ik ben heel benieuwd wat er nu echt in zit. Eén kant heeft in ieder geval de Roco kortkoppeling, de andere kant heeft gewoon een haakkoppeling. Daar is hij. Zo. Dit zijn de lichtgeleiders. Daar zit inderdaad een decoder in. Zo, eens even kijken wat voor een. En de schroef. Ja, er is gewoon. De schroefplek is niet afgedekt. Dus het zou geen probleem moeten zijn. In feite is dit een. Gewoon een andere kap, een ander kleurtje, een ander frontje op de kappen die ik al. De traxen die ik al heb. Even vanuit gaan dat het een Trax is. Laat ik dat even opzoeken. De ES64F4. In dienst 2000, bouwjaar 2004. Uitdienst 2006. Allemaal verkocht. Of niet. Maar het is een 189. Dus dit is het oude nummer lijkt het, maar een 189 staat het hier ook. Nee. 189, dat is toch. Nee, de 186 is natuurlijk de Trax. De 189 is de Siemens. En de 186 is van Bombardier. De Siemens 189 is dus de ES64F4. Nou, even zoeken. Ik zal niet meer zeggen dat het een Trax is, maar het is volgens mij zeer vergelijkbaar met deze 189 van Relion. Andere kap, zelfde inhoud waarschijnlijk. Ik ga even kijken welke decoder, hoe die ingesteld staat. En een schroef zoeken. Het lijkt erop dat dit een Lens Silver is, aangezien die de minst inconsistente resultaten geeft. Dat is mooi, dat is een prima decoder. Heeft back EMF en voldoende verlichtingfuncties. Die zijn ook allemaal goed ingeregeld. Dus daar hoef ik niks te doen. Ik heb er een adres op gezet wat voor mij handig is. Zo, jullie er even uit. Nou eens even kijken wat hier allemaal mee aan de hand is. Want ik heb hier een losse koppeling. Een schroef. En verder lijkt hij eigenlijk
Prima, zo te zien zijn allebei de draaistellen nog steeds goed aangedreven. Dus even wat dingen nalopen. Ik weet niet wat hiermee aan de hand is. En dan natuurlijk de baan op. Wat betreft deze koppeling is het gewoon een kwestie van de baanschuiver eraf. En dan komt er dit tevoorschijn. En hier dit is in feite een NEN-schacht met een koppeling erin. En, in ieder geval even. Ik vermoed dat dit hier de achterkant is. Dus aan de voorkant geen koppeling vind ik even prima. Even kijken waar mijn gereedschap is. De koppeling moet zo erin. Dan moet deze er zo op. Alsof er iets aan ontbreekt. Of alsof er iets aan gewilde. Nou, er is niks aan verlijnd, maar alsof er iets aan ontbreekt. Ik ga die niet loshalen om te kijken hoe het zit. Voor je het weet heb ik dadelijk twee die niet meer willen. Ah. Hij moest net iets harder aangedrukt worden. En hij zit nu ook weer goed precies gecentreerd in binnen. Rest mij nog een schroef. Dan heb ik een paar van de Lima schroeven teruggevonden van de vorige keer. Misschien dat die passen. Nee. Laten we even zoeken in de schroevenbak. Zo'n schroef dus. Die komt van een andere. Even gaan kijken. Nog meer Lima schroeven. Die is te groot. Die is te lang, maar misschien wel dik genoeg. Meer Lima schroeven. Deze zijn allemaal net te groot. Die is misschien te lang. Toch leuk dat ik nu alle Lima schroeven terugvind die ik de vorige keer kwijt was. Ho. Sorry. En kijk wat deze doet. Goed, de allerkleinste die ik had, die kwam dus uit die andere lok. Die paste niet. En deze zijn te breed, deze zijn net wat smaller. Dit is ook allemaal niet geschikt. Maar degene die wel ongeveer past, ik heb iets gedaan wat ik liever niet doe, maar ik heb hem gewoon langzaam een paar keer heen en terug, zodat er eigenlijk een nieuwe groef in komt, ook wat dieper plastic in, zodat de schroef past. Dan is er een risico dat de buis waar die schroef in zit, dat die barst en breekt. Maar gezien het hele kleine verschil heb ik het aangedurfd en nu... Hij zit zo goed als vast. En dat is prima voor op de baan. En zo prima voor het oppakken. Het is niet dat hij nu nog uit elkaar valt. Nou hoop ik dus alleen dat ik de goede. Dat het de voorkant ook de voorkant is. Maar daar gaan we achter komen. Een kwestie van op het spoor. Of in dit geval op de rolbank zetten. En eens kijken waar hij heen wil. Dus het leven in. Aan deze kant zit verlichting. Hij rijdt nu vooruit. En de verlichting klopt ook met waar de wielen heen gaan. Dat betekent dat de kortkoppeling van Roco aan de achterkant zat. Of de voorkant zat, niet aan de achterkant. Geen probleem, dan gaat deze haakkoppeling er weer in. Want mijn meeste goederenwagons rijden of zijn voorzien van een haakkoppeling. Even kijken wat die... Wat hij doet is gewoon nog haren wat gaan. Prima.